Ik denk achteraf, in de wedstrijd voelden we het ook, dat de SCP wel blij mag zijn dat het niet 4-5-0 was om met rust of vlak na rust. We hebben wel veel kansen gecreëerd. Ik denk dat we een heel goed voetbal hebben, ondanks de beperkingen op het veld waar we rekening mee gehouden hadden. Bewust niet te veel risico nemen en voetballen als het wel kan. En we hebben heel goed gedaan. Die mening zijn we ook toegedaan. Hè. De passen zich het beste aan de omstandigheden op het veld. Maar wist bovenal ook voetballend veel kansen te creëren. Ja, klopt. Ja, wij hadden afgesproken dat zij als keeper met de keeper op zouden bouwen. En dat trapten ze in het begin ook in. Dus ze probeerden op te bouwen, waardoor we heel snel de bal konden veroveren. En vandaag hebben we best wel veel over de zijkanten gevoetbald. Dus veel voorzetten gehad die gevaarlijk werden. Een paar opgelegde kansen gehad. Maar de kracht zat denk ik vooral de eerste helft. In het winnen van elke tweede bal. Dus voor de man uitkomen en van daaruit gaan voetballen. En ze zijn eigenlijk niet bij ons voor de goal geweest, tot de laatste minuut. En dat was in het eerste gevaar. Dat was de eerste goede voorzet ook. En die lange laatste man die kwam ervoor en die kopte hem in. En die werd met de tweede goal ook meteen gevaarlijk. Toen kopte iemand anders hem in. Er zijn twee kopgoals. En op het moment dat wij vervolgens naar die 2-2 verder gingen, ja, dan had ik wel het gevoel dat als we even aan zouden zetten, dat we in ieder geval weer kansen zouden creëren. En het was al heel snel raak met de 3-2. Maar ja, ik denk dat je gewoon daardoor ook niet ziet hoe duidelijk het beter was. Na de vorige wedstrijd, knappe uitoverwinning bij Groeswijk Boys. Nu sta je een concurrent in de strijd om lijfsbehoud. Dat moet veel vertrouwen geven voor het vervolg. Ja, je slaat echt. Dit was een hele belangrijke. We hebben natuurlijk nog wat inhaalwedstrijden, 1 of 2 ten opzichte van de concurrentie. Maar dit is natuurlijk een directe concurrent, dus je slaat meteen met hun een gat. De rest heeft ook verloren, dus ja, die slaat echt een gat. Dus je hoeft niet per se naar boven te gaan kijken, maar je kan wel in ieder geval wat meer vertrouwen de komende wedstrijd moet gaan. Het is leuk dat je in een wijvorm gaat. Ook vandaag druk je weer een belangrijke stempel op het spel van de Riel met jouw rol erin. We kennen ook jouw rol van dit seizoen. Hè. Eigenlijk begonnen bij het tweede, maar toch regelmatig bijstaan bij het eerste. Hoe voelt dat zelf om vandaag ook weer jouw bijdrage te leveren aan deze knappe prestatie? Ja, ik heb wel heel duidelijk afgesproken met Eddy dat begin van het seizoen dat ik in principe bij 2 wil voetballen. Dat ik gewoon een tweede helftal speler ben dit jaar. En vooral vanwege de tijd en andere aandachtspunten dit jaar. Maar dat ik wel op het moment dat het echt nodig is om dit jaar. Dat is wel verrassend veel voor zo'n seizoen. En ik heb niet zo superveel wedstrijden bij 1 gevoetbald, maar toch denk ik wel 4-5 penalties. Ik denk dat er weer 4e goal al is bij het eerste. Eentje gemist, sinds lange tijd. En ik vind het inderdaad gewoon fijn om erbij te zijn. Je merkt ook dat sommige jongens. Ik vind het leuk om sommige jongens gewoon neer te zetten en gewoon mijn rol te pakken zoals die is. En dat is gewoon controlerend en een beetje spel verdelen. En ik moet in ieder geval het lopen hebben van de snelle sprint. Maar ik denk wel dat ik een helft al beter kan maken, ook bij het eerste. En het bevalt goed, het is leuk en goed. Ja. Goede contacten met Eddy hierover en hij waardeert het ook dat ik zo in deze rol zit. Dat is alleen maar goed voor de club, voor beide teams, vooral voor 1 of 2. En daarnaast zien we natuurlijk ook een Koen die al een paar weken bij de eerste aanhaakt. Vandaag Pim die zijn invalwedstrijd goed oppakt. Dat is alleen maar goed voor de vereniging denk ik vandaag. Ja, en wat me vooral opvalt dit jaar is dat het gat tussen 1 en 2 vooral een stuk kleiner is. En dat gewoon de tweede, denk ik, echt een verlengstuk is van het eerste op dit moment. En ook daardoor het eerste beter kan helpen als nodig is. Dus je ziet dat Koen gewoon op het moment dat hij even met 1 meedoet, een paar wedstrijden of een paar trainingen, dan pakt hij gewoon hetzelfde niveau op. En je ziet weinig verschil met de wedstrijden daarvoor. En Pim heeft ook zijn eigen kwaliteit. Maar zo hebben we er veel meer bij de tweede die aan beginnen te haken. En het tweede doet goed, heeft kans op promotie nog steeds. Kampioenschap wordt een moeilijke. En het is goed om te zien dat het tweede zich ontwikkelt, waardoor we ook het eerste eigenlijk een bredere groep krijgen en wat meer mogelijkheden hebben. Ja. Nou, lijkt een mooie afsluiting van deze mooie dag. Bedankt voor dit interview en succes voor de rest van de competitie. Ja, graag gedaan. Dankjewel.